zijn op een memorabel festival. Vandaag om, we hebben een kleine danspresentatie gegeven. En we hebben op hele korte contactmomentjes hebben met de ouderen opgezocht. En ook om onszelf te prikkelen ook in contact met de ouderen. Dus altijd toch spannend, hè? Wat gaat er gebeuren, hoe wordt er gereageerd. Dus daar hadden we deze mooie zachte mouwtjes met die voor. Zachte mouw. Met live muziekbegeleiding, dus dat was ook heel tof, heel verrassend. Nou, ik wil geloven dat ik naar de maan kan vliegen. En denken dat mijn oma voor eeuwig leeft, dat mijn hond kan praten. Wij gaan portretten maken, maar dan op Picasso wijze. En we zijn gestart met een stuk vel te scheuren en een beetje proberen de vorm van het gezicht, maar niet helemaal, er moeten nog wat plekken overblijven. En dadelijk mogen wij blind gaan tekenen. We kijken goed naar ons object, oftewel persoon tegenover ons. En dan gaan wij het proberen te tekenen. En je kijkt eerst voordat je begint, wat valt het meest op? Mevrouw heeft een prachtig pluimstaartje. Kijk, hier zie je me ook. Dit is het begin van het pluimpje en die moet ik dus straks ook verder proberen te tekenen. Nou, en dan de vriendelijke glimlach. Dus er komt een hele grote glimlach in mijn tekening, ben ik van plan. Stout Schoenen is een stichting en wij bieden activerende kunst- en cultuurprogramma's voor ouderen. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij inzetten op talentontwikkeling. Wij geloven dat er nog heel veel verborgen talent zit bij ouderen. En dat zie je ook, de manier waarop wij met de ouderen aan de slag gaan. Is een manier waarop je ze uitnodigt en uitdaagt om een beetje los te komen en om uiteindelijk tot een resultaat te komen. Allemaal verschillende mensen met allemaal verschillende smaak en muziek. Maar ik durf bijna te denken, en misschien heb ik het mis, maar dat we bijna allemaal dit wel kennen. Wil jij even doen? Ja. Mette, hoe was de aftrap? Oh, nou, dat was wel een feestje, moet ik zeggen. Het was echt heel erg leuk. Hoe heb je die ervaren zojuist? Want de Special Factory is net gelanceerd. Ja. Met het Memorabel Festival. Met het Memorabel Festival. Nou, ik vind het heel erg leuk om te merken dat we zoveel mensen kunnen welkom heten in de zaal. Dus dat er ook echt plek is voor iedereen en dat iedereen goed kan zitten. En we hebben echt even aandacht kunnen geven aan wat we gaan doen. En het laten zien. En ik zag dat er mensen waren die echt geraakt waren of in beweging kwamen, enthousiast werden. En dat is eigenlijk precies de bedoeling van vandaag. Dat we dat laten zien en dat we dat de komende tijd gaan doen. En volgens mij is dat heel erg gelukt in de start. En nu is iedereen op zijn plek. In dit hele doolhof heeft iedereen zijn weg gevonden. Dus daar ben ik ook erg blij mee. Dus het gaat goed. Goed gelopen. Maar dat vind ik zelf helemaal niet. Okay. Kun je dit nou dus bijvoorbeeld zeggen, zeggen een kleine pauze nemen, alsof je ons even aankijkt en ons de spanning wilt voelen. Wat gaat ze vertellen? Ze zeggen, kijk eens aan, dat ik erg op mezelf gericht ben. Wat we ervaren, wat we terug horen van onze ouderen worden gehaald door chauffeurs,
vrijwilligers die, die ze ophalen. En je, wij krijgen heel vaak terug van onze vrijwilligers dat ouderen eigenlijk niet weten wat ze gaan doen. Maar ze zijn daarna helemaal vol van de ontmoeting, vol van hetgeen wat ze gedaan hebben. Ze zijn nu bezig met muziek, over muziek te praten, waar ze dus thuis daar niet over kunnen praten. Ze zijn bezig om te bewegen met dans. Ja, dat geeft voor zoveel energie bij ze terug. En dat horen wij dan weer terug via onze vrijwilligers. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja.